Is jouw baan straks overgenomen door AI? Of heb je dienstplicht door de derde wereldoorlog? Oh, dit is lekker, man. Kijk. Een hele goede morgen. Welkom bij deze vlog. Goedemorgen. Kijk, Stijn is aan het leren. Stageopdracht. Gaan we straks een cijfer geven? Bouwwegblokken. Eindcijfer. Kun je me een eindcijfer geven hoe ik het gedaan heb? Dat is Stan, hè? Denk erom. En dan even meters klappen. Hè, Stijn? Tot daar erin, hè? Tot daar erin. 500 extra als je het afredt vandaag. Denk het niet. Kijk, we zijn lekker bezig met Stijn. Hij is lekker aan het blokken. Heel lekker bezig. Het weer is mooi. Eindelijk weer, na al die ellende. Gisteren ook weer regen en stand. Kom maar janken. Vandaag even lekker rustig hier een dagje even knallen. En dan als het goed is volgende week gaan we het begin van de wijk hier ook gaan we alles definitief maken. Ik ga zo er even heen om een filmpje te maken. Kun je zien wat we vandaag gaan doen. Maar ik denk, ik heb een heel goed gevoel over deze klus. Echt leuk om te doen. Gaat het, Stijn? Ja, dat gaat heel goed. Kijk eens. Die is er ook weer. Mooi zonnetje. Lekker man. Eigenlijk een beetje opladen. Ik heb het gemist. Ik heb het ook gemist, man. Die regen. Die regen, ik ben er helemaal klaar mee. Het is echt verschrikkelijk, man. Het is echt lang geregend. Ook de donkere. Dit is beter, man. Mensen hangen de was al buiten. Ja, ik ben ook blij, man. Dit was echt een drama. Ik hoop dat het een tijdje zo blijft, mensen. Want hier waren we wel echt aan toe. Buitenwerk is leuk. In de zomer. Als het al wisselt. Ja, in de zomer sowieso. Moet je kijken. Kraakie, kraakie, jongen. Kraakie, kraakie boven je. Kraakie, kraakie. Kraakhelder. Mooi, hè? Even kijken. Maar waarom is het blauw? Nee. Waarom is het blauw? Nou, zal ik je uitleggen. De wereld is niet rond. Hij is een donut. Oh ja. Het gat erin is een donut. En wij zitten aan de binnenkant van de donut. Dus als je dan omhoog kijkt, zie je het water van de oceaan. Ah, dan is het blauw. Daarom is het blauw. Hij is gek hoor, hé. Je slaapt ook met aluminium hoedje op, toch? Ja, altijd. Zeker. Nou, gaan we maar wat doen. Oh, dit is lekker, man. Kijk. Hoor je die vogeltjes ook, mensen? Die geur. Echt geweldig, jongen. Dit is alweer de reden dat ik stratenmaker wou worden. Gewoon lekker buiten. Kijken. Mooie 8 graden achter je die loeit. Mooie diesel 8 graden. Vogeltjes die fluiten. Jongens zijn aan bezig. En wat wil je nog meer? He? Ik zou er niks voor willen inruilen, dit. Fantastisch, echt waar. Ik kan wel janken van blijdschap weer. Net was het donker, was ik gelijk weer wat depressiever, maar nu... Heerlijk! Kijk, de workout open. Kijk eens. Hoeveel wil je dit voor jou en je maat? Ja, doe maar voor mij, mijn maat. Kijk eens, jongen, heel treetje gaf. Hartstikke bedankt. Energie. Energie, dankjewel jongens. Powerful. Ach, lekker. Ga ik eentje nemen. Altijd goed gelijk. Dankjewel. Eet ze, man. Dankjewel, je doet. Zoeken je? Ja. Kijk dan. Het is zelf wel aan vanmiddag. Zonnetje. Lekker. Lekker man. Van zonsondergang naar je zonsopgang. De zonsondergang, zie ik dit. Vorige vlog was offline gehaald. Daar kan ik voor de rest geen uitspraak over doen. Helaas. Dus sorry mensen. Maar dit wordt wel weer denk ik, een leuke vlog. Ik ga ons best doen. Binnenkort hebben we weer wat eigen grote klussen. Iets meer vrijheid. We doen en laten wat we willen. Dus vandaar, als je vragen hebt, ik zal het even toelichten via de DM. Gewoon de vlog online is gegaan. Dus bij deze. Action. Is jouw baan straks overgenomen door AI? Of heb je dienstplicht door de derde wereldoorlog? En wil je echt jezelf voorbereiden om een echte man te worden? Meld je dan als stratenmaker. Dan een stratenmaker op in je dorp. Bel hem, zeg dat je wil werken. Hij gaat een man voor jou maken. Je mentale weerbaarheid gaat omhoog. Heel mooi onderbetaald loon verdienen. Maar je wordt echt een man. Testosteron gaat omhoog, je spieren worden aangespannen. In elk weersklimaat kun jij werken. Je gaat een beest worden. Dus meld je aan bij deze.
Ik hoop dat jullie het een leuke reclame vonden. Maar ik denk echt wel binnenkort heel veel banen weggaan door AI. Er staan hier weer mensen in de rij om te komen werken, hoop ik, bij ons. We kunnen eindelijk weer een beetje geld verdienen. Vandaag was op het nieuws bij een van de verzekeringskantoren dat ze de eerste zijn die met AI gaat controleren of alles rechtsgeldig is qua, weet ik veel, wetgeving en dat soort shit. Dus kun je nagaan. Het is een kwestie van tijd dat straks heel veel banen gewoon opgezegd worden. En weet je wat je dan krijgt? Een oorlog. Dus mensen, bereid je voor. Wil je niet bang maken? Het gaat niet lang meer duren. Dus bij deze. Hey, we gaan nog eventjes zo daar laten zien wat we daar nog gaan doen. Heerlijk, echt wel. En weer door. Kijk hoe laat het zit. Ga door. De zon ondergaat. Yo. Jezus. Ja, was even stress hier over. Ik kom eraan. De Wormer, ik ben er met binnen niks thuis. Exit gesprek. Klaar. Ja, alles bedankt. We gaan hier over even kijken, anderhalf week beginnen we daar. Gaan we alles definitief maken. Mooie steentjes erin. Bij deze, vergeet ons even niet te liken, te delen, abonneren, praat over ons, vier ons door. Morgen komt er een podcast online bij Metro Nieuws. Je kunt kijken, ik zal allemaal delen overal. Dank voor het kijken, mensen. En, we gaan